kunnen 8 personen dus overnachten met paard of zonder paard. Onze kantine nog. Alleen onze kantine gaat hier weg. Die gaat naar boven. 30 is Travis bijvoorbeeld. Hello. Ik heb een video voor jullie vandaag, namelijk een staltour. Dit is echt een van de veel aangevraagde video's, dus ja, die gaan we voor jullie opnemen. Lisa gaat dit keer de video editen en die gaat de video helemaal in elkaar zetten, dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Lisa is onze stagiair, ze doet media en vormgeving niveau 4 als ik het goed heb. Ja, zegt ze, ja. En ja, ik ga jullie even laten zien hoe en wat en de staltoe hier en daar. En mocht jullie nog vragen hebben, laat ze zeker hier onder in de reacties achter, zodat we die kunnen beantwoorden. Maar ik ga niet te lang praten, want jullie willen natuurlijk zien. Dus let's go. Oh. Nou, we staan hier bij de ingang van het terrein. Aan de rechterkant van mij heb je de stallengangen en de binnenbak. En aan de linkerkant van mij heb je de Airbnb's en Caroline's vertrek. Ik ga alles laten zien wat in dit huis bevindt en hoe en wat en wat er allemaal is. Dus ja, dan beginnen we gewoon eerst. We beginnen mooi vooraan en dan werken we zo naar achter, want anders ben ik de kluts helemaal kwijt. Dus ja, let's go. Nou, dit is het vooraanzicht van de boerderij. Echt een super mooie gerenoveerde boerderij. Echt prachtig om te zien. Ik had in de Airbnb gehad en ze waren echt super tevreden. Een paar kleine op- en aanmerkingen, maar we staan overal altijd over. Ik heb het lang niet meer gedaan. We staan altijd open voor verbetering. Dus nou, ik ga even kijken of de deur open is. En zo niet, dan pak ik even de sleutel. Hij is open. Let's go. Oké. Ik ga even goed mijn voeten vegen, want we hebben net alles schoongemaakt hier. Dit is de Airbnb voor 8 personen. En hier kunnen 8 personen dus overnachten met paard of zonder paard. Hij staat ook op de website Airbnb, zodat je hem kunt boeken. En ja, je hebt een hele mooie landschap. Je kunt hier lekker op vakantie met je paard. Je kunt hier een vriendinnenweekend organiseren. Je kunt hier vrijwel alles. Dus nou ja, dit is de woonkamer. En we hebben ook een hele luxe en ruime keuken. Met alles erop en eraan. Dus het is echt super fijn. TV, wifi. En dan hebben we hier de slaapkamers. Ik ga het niet helemaal in, want we hebben net echt alles gestopzogen en gaat wel. Maar die zal ik allemaal even laten zien. Dit is slaapkamer 1. Hele lichte slaapkamer. Leuk van kleur. Dus dat is de eerste slaapkamer. Ook geschikt voor kleine kinderen. Dit is slaapkamer 2. De bedden zijn nog niet echt helemaal opgemaakt. We hebben net echt, zoals ik zei, alles schoongemaakt. En dan gaan we door naar slaapkamer 3. Die is hier achter. En dan gaan we door naar de badkamer. Die hebben we vandaag ook best wel onderhanden genomen. We hebben Lisa. Even zwaaien als de camera gaat. Een mooie badkamer. Ook helemaal schoon en netjes. En hierachter hebben we de regendouche en de normale douche. Ook handig dat je kunt kiezen. Ook helemaal weer schoongemaakt en wel. En alles is met kunststof kozijnen. En ja, het is altijd heel makkelijk schoon te maken dit. Dus daar zijn we echt heel blij mee. Dus dit is de eerste Airbnb die klaar is. En dus ook gewoon echt voor verhuur klaar is. Ik ga nu naar de andere Airbnb. En dan ga ik jullie laten zien hoe dat er nu uitziet. En misschien nog een paar weken weer. Want ik heb heel lang natuurlijk niet meer gevlogd voor jullie. Want we zo erg druk waren. Dus jullie gaan zeker wel verbeteringen zien. En ja, Lisa wel staat te popelen om video's te maken. Samen met mij. Dus zij is mijn drive spirit om mee te zorgen dat we weer video's gaan maken.
Dus dit is het eerste vertrek. Dan gaan we nu naar het tweede vertrek. Even de deur dicht doen. We hebben hier de andere Airbnb, maar de deur zit dicht. Dus ik ga heel even een sleutel ophalen. Dus ik zie jullie zo weer. Nou, we gaan naar de volgende Airbnb. Deze is al helemaal geschilderd. We zijn al mee bezig, zoals je ziet. Deze is helemaal afgeschilderd nu. Het wordt een 4-persoons Airbnb. Dat je ook met 2 personen kunt boeken. Je moet hem eigenlijk alleen nog helemaal inrichten. Dus ja, kijk een beetje door de rommel heen. Maar zo ziet het eruit. Hier willen we een leuke slaapkamer maken. Een leuke kast. Wat hebben we hier? We willen hier graag nog een leuke zitplek maken. Met een paar stoeltjes. Ja, je ziet dat het een beetje een loze ruimte is nog. Dan hebben we hier onze badkamer. Ook gewoon een hele nette badkamer. Er moet nog wel iets aan worden gedaan, maar dat is het werk niet. Ook een nette douche. En ja, gewoon prima voor een vertrekje met vriendinnen weg. Dan hebben we hier de eetkamer. En de keuken. Ook gewoon prima keuken. Alles is hier ook netjes geverfd. Er moeten nog wat lampjes aan. En ja, we willen deze ook zo snel mogelijk inrichten. En dan klaarmaken voor de Airbnb verhuur. Dan gaan we naar de woonkamer. Dit wordt de woonkamer. Alles een mooie kunststof gezellige ramen. Mooi uitzicht op een appelboom. Zoals jullie zien. En hier is nog wat van het ouderlijke huis boven. Dat vinden wij super mooi om te zien. De mooie open haard. Super mooi, super oud. Dus dat is van het enige wat van de oude boerderij boven is. En hier, ja, de grote, ik weet niet wat het is. Een kast om kinderen in te stoppen of zo. Van hout. Ja, dus ja, deze kast. Dat is ook even het ouderlijke huis boven. Dat heeft echt net iets een mooie sfeer. Dus dit wordt de tweede Airbnb. We hebben 2 Airbnbs. Dus deze en de andere die klaar is. Die moet alleen nog een beetje de finishing touch krijgen. Alles is al verschil. Wat doe jij hier? We hebben een kat escape. Garfield, kom hier. Kom hier, Venable. Gaan we nu naar het vertrek van de interne stagiaires. De interne stagiaires hebben ook een plek. Daar staat Lisa nu met Elora. Nee, we gaan niet naar binnen. Dat is hier. Maar hij wil naar binnen, dus we doen de deur direct achter ons dicht. Oh, hij is alweer weg. Nou, we hebben hier het vertrek van de interne stagiaires. Ook willen we hier tevens ponykampen houden. Hier aan de linkerkant zijn 2 kamers. De kamers zitten nog niet vol met bedden, want ja, we dachten, doen we dat tegen die tijd wel. Dus hier moet alleen nog licht worden gemaakt, maar dat is nu niet het ergst. Dus hebben we hier 2 kamers, die willen we ook gebruiken, mochten we wat meer interne stagiaires hebben. Dan moet ik naar boven. Nou, we hebben hier de woonkamer en een zitplekje en een tv. We hebben ook de keuken. We hebben een hele ruime keuken, bevalt volgens mij goed. Ja, denk Lisa, dat bevalt goed. Dan hebben we nog een super ruime badkamer. Ook helemaal gebruikt en ingewijd als wel. Zonder spiegel. Ja, de spiegel moet nog komen. Wanneer komt dat ding eigenlijk? Ja, dat is een speciale maat. Dus ja. Daar wacht ik op. Naar Carolines huis. Caroline is de beheerder van het pand nu. Ik woon hier zelf nog niet. En Caroline houdt. Caroline is de beheerder van het pand op dit moment. Die houdt altijd een oogje in het cel en die gaat zelfs nog een rondje maken. We willen nog allemaal camerasystemen installeren. Daar zijn we hard mee bezig. Lopen we hierheen en lopen we naar Carolines huis als Caroline er is. Ja, die is er niet. Dus hier woont Caroline.
misschien zie je het een beetje, misschien niet. Maar ze is helemaal flink aan het sausen en alles aan het klaarmaken. En ja, hier, daar is ze. Van de hele stal, dus het wordt een lange video, jongens. Dan gaan we door. We gaan direct die kant op, want we gaan naar de oude boerderij en daar staan ook stallen. Nou, zoals jullie wisten hadden we een aantal katten. De katten zijn vandaag voor het eerst keer losgelaten. Het gaat eigenlijk super goed. We zijn overal en nergens. Kijk, daar zijn ze wel. Hallo! Poepies! Dit is echt... Dit is Nacho. Ja, dit is voor echt, echt voor de katjes, het kattenparadijs. Het is ook helemaal ingericht voor de katten. Nou, we hebben natuurlijk best wel veel katten, dus ze lopen hier te chillen. Wat we hier willen doen is een soort van revalidatiecentrum maken, als het goed is. Met een opvoedbox, een aquatrainer, zodat een dierenarts hier in de praktijk kan zitten. En zodat dit afgehuurd kan worden voor een dierenarts. De stallen willen wij gebruiken als er een keer droes is of iets, een ernstige ziekte waardoor de paarden in quarantaine moeten. Het zijn niet de ideaalste stallen, maar het is wel de ideaalste stallen om de paarden af te zonderen van de andere paarden die ziek zijn. We hebben nog een poetsplaats hier. Gebruiken we allemaal niet. Dit is echt allemaal voor later kunnen we hiermee bezig. Maar dit is voornamelijk nog voor de katjes. Het is gewoon nu even een overbodige ruimte. Maar ja, we zijn er wel heel blij mee dat we dit hebben, want het is wel handig om te hebben. Dus zover de schuur, de quarantaine schuur noemen we het nu nog. Dus laten we verder gaan met de rondleiding. Recht naar de overkant, naar de binnenbak en tevens het stallencomplex zo. Attie, hij vindt het allemaal wel mooi hier. Hallo! Atlas die is overal en nergens. Nou, Malika en Izzy staan even de kantjeskaal te eten. En dan komen we hier uit bij de binnenbak. Nou, deze binnenbak heeft geen eb- en vloedbodem, dus hier logeren we de paarden nu in, zodat de bak gewoon niet kapot gaat, want dit is al een wat slechtere bodem, er moet een nieuwe bodem in, alleen het is een beetje voor later. Het is niet een hele slechte bodem, alleen het kan beter, dus we willen de bodem nog wel een beetje gaan verbeteren, maar dat is allemaal voor later. Dan hebben we hier, nou we filmen het gewoon van hier is het makkelijkste. Onze kantine nog, alleen onze kantine gaat hier weg, die gaat naar boven. En dit wordt een kantine met een bar voor evenementen en voor wedstrijden. Zodat we ook gewoon wat patatjes kunnen verkopen, et cetera. En de kantine gewoon afgehuurd kan worden door bedrijven. En zodat we hier ook een iets
van kunnen maken, waardoor we onze inkomsten kunnen vastmaken. Die loopt gezellig mee. Echt waar? Ja, Aisy. Ach, die loopt helemaal gezellig mee. Nou, dan hebben we voornamelijk een hele lange gang nu. En dan gaan we naar wat daar schuilt. Ja, wij zijn bezig met paarden lopen, dus het is een klein beetje een rommeltje. Maar dat was ook allemaal opgeruimd. We hebben hier voornamelijk onze dekens liggen. We hebben in al deze drie gangen onze dekens liggen. Oh, dit hok doet niet qua licht. Nee, wel, je hebt de verkeerde. Nee, kijk maar, er zit geen lamp in. Nou, dan heeft het geen licht. Nou, hier hebben we dus onze dekens liggen, onze zomerdekens, winterdekens. Dan hebben we hier nog een hok. Ook met allemaal dekens, vliegenmaskers, noem het maar op. We hebben gewoon van alles hier liggen. En het laatste hok ook, dat zijn de reservezadels. En Assie gaat er voor. Hoi Nette. De lamp gaat ook al aan. En hierachter hebben we ons gereedschaphok alleen. Oh nee, hij is open. Ik dacht dat het dicht was. We hebben hier ons gereedschaphok. Ook heel handig. Ze hebben het ook alweer. Ik weet niet hoe ze het nou hebben gedaan, maar. Ik bemoei me er niet mee. Het is niet mijn hok. Dus hier hebben we al ons gereedschap netjes. En ook echt super handig. Lekker groot. Kom je, Atti? Kom. Had hij eruit? Ja? Mm-hmm. Nou, nu we klaar zijn hier, gaan we naar het stal. Nu we klaar zijn hier, gaan we naar de stal. We zijn bezig met de paarden, dus een beetje een bommenplof, dus don't blame me. Oké, wat we hier hebben is alle tasjes. Alle tasjes hebben een nummer. En achter het nummer, als je denkt van, hoe weet je het nummer nou van het paard? Op het bord nummer 32 is Travis bijvoorbeeld. En dan heb je een hele makkelijke planning. Alles. Gewoon heel makkelijk. Vaste dagelijkse klusjes kunnen we netjes afstrepen. Dan hebben we hier vakantiepaarden en de rusthuispaarden. Nou, dat hebben we nu niet meer. Maar die komen nog. En dan kunnen we gewoon makkelijk zien van de onderscheiding van die en die. Oké, nou dan hebben we stallen. We hebben stallen bij 3,5 bij Benji ten Napel. Ga eruit. Nou, hier hebben we voornamelijk onze voerkarren staan. Dus dan kun je wel zien. Benji loopt te eten. En we hebben best wel wat grote stallen. Alle naambordjes zitten erop. En dan gaan we door naar de. Hier hebben we al onze grepen staan. En onze gereedschappen die we hier nodig hebben in deze stallen gaan. Onze halsters allemaal. En onze touwen. Deze stal is een beetje de rommelstal. Hier staat van alles en nog wat. De borstels, et cetera. Wat we vaak nodig hebben. De schreeuw lelijk is Amigo. Die schreeuwt alles bij elkaar. Nou, hebben we eigenlijk 4 poetsplaatsen. Mooi water. En hier ons solarium. Het solarium is we lekker laten hangen vandaag. En die heeft ook een plekje gekregen sinds kort. En ik denk dat we de staltour in 2...
Hoe dan? Atti, wat doe je Atti in de ooinetten. Kijk, zie je, zo kun je ook uitzoomen. Oké. Okay. Nou, ik ben een beetje hier gaan staan. Ik hoop dat jullie me een beetje horen. Maar wat ik dacht is leuk dat we de staltour in twee delen doen. Omdat het best wel een lange staltour wordt en best wel langdadig. Dus dit is staltour 1. En dan gaan we straks, ja, morgen gaan we verder filmen met staltour 2. Zoveel dingen laten zien, we zijn nog niet eens op het midden. Dus ja, dit is staltour 1. En dan komt er een deel 2 ook nog. In ieder geval heel bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en doe nog een blauw duimpje omhoog. En dan zien we jullie de volgende keer. Doeg!